Leerdoel Bruto Margemethode. In het leerdoel directe en indirecte kosten is het verschil tussen directe en indirecte kosten behandeld. Het belangrijkste verschil is de mate waarin de kosten direct toewijsbaar zijn aan een type product. Om een goed inzicht te krijgen in de marge per product, moeten zowel de directe als de indirecte kosten worden toegerekend aan producten. Voor de directe kosten is dit eenvoudig: deze zijn immers direct toewijsbaar. Voor de indirecte kosten is dit lastiger. Hiervoor zijn een aantal methodes in gebruik, namelijk de bruto methode de equivalentiemethode, de opslagmethode, de kostenplaatsenmethode, de activity-based costing methode. In dit leerdoel zullen we starten met de bruto methode De bruto marge is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Daarom wordt de bruto-margemethode vooral in handelsondernemingen gebruikt, aangezien de inkopen het grootste aandeel van hun bedrijfsvoering is. Met de bruto-margemethode bepaalt een onderneming de verkoopprijs op basis van de directe kosten en de gewenste marge. Deze methode bepaalt dus geen kostprijs per product. De bruto-marge is vergelijkbaar met de contributiemarge, wat eerder is besproken in het leerdoel Break-Even-omzet. De formule voor de contributiemarge is als volgt. En de formule voor de contributiemarge in procenten van de verkoopprijs of omzet is als volgt. De bruto margemethode hanteert ook deze formule. De variabele kosten per product V in deze formule worden vervangen door de directe kosten. En de contributiemarge CM wordt vervangen door de bruto marge. Wanneer een onderneming de bruto margemethode hanteert dan wordt de verkoopprijs op basis van een gewenste brutomarge bepaald. Dan wordt de formule. Ik zal dit nu toelichten aan de hand van een vraag op het niveau van beginner. Vliegtuigmaatschappij Jumbo BV is inmiddels succesvol in het Caribisch gebied. De directeur van de onderneming wil de verkooporganisatie op scherp zetten. Hiervoor stelt hij een minimale brutomarge vast die gerealiseerd moet worden op alle vluchten. De volgende gegevens zijn bekend over de vluchten van Aruba naar Curaçao. Gevraagd: wat is de verkoopprijs per ticket die gevraagd moet worden op basis van de bruto margemethode? Om de verkoopprijs per ticket te bepalen, bereken ik eerst de directe kosten per ticket. Dit is af te leiden uit het aantal vluchten en de directe kosten per vlucht. Vervolgens kan ik op basis van de minimale bruto marge de verkoopprijs bepalen op basis van de volgende formule. Directe kosten per ticket gedeeld door 1 minus de bruto marge. Dit is voor Jumbo gelijk aan 125 euro gedeeld door 35 procent. Dit is gelijk aan 312,50 euro en dit is het antwoord op deze vraag.